sorry. What kind of a host am I? Call me Jenny. I'm Chris. The Butterfly Tattoo is een moderne versie van Romeo en Juliet. Al ruim 2 jaar is Wesley samen met zijn partners bezig met de productie. En van de week viel de eerste gemonteerde versie eindelijk door de brievenbus. Ja, het is iets heel bijzonders. Hè? Vooral als je het kijkt en je zit daar met een biertje en je kijkt naar je eigen film. Dan is dat wel heel bijzonder natuurlijk. En in Hollywood zijn ze ook enthousiast. Begin april vliegt Wesley samen met zijn collega's naar Amerika om de film daar te verkopen. Het is even van, we blijven wel nuchter onder. En ik moet natuurlijk even mijn tentamentjes halen. En daarna is het wel van, we gaan even naar Hollywood toe. Dan gaan even met wat jongens op tafel zitten. De studenten maakten de film met een budget van €200.000. Misschien dat in Amerika nu het grote geld ligt te wachten. En dan daguniversiteit en lekker luieren? Exit Uni, dat is er nog niet bij. Maar goed, het duurt allemaal niet zo heel lang meer voordat ze klaar zijn. En hallo Hollywood, ja, dat ligt er even aan hoe het natuurlijk verder gaat. En wat voor contacten of deals ze sluiten met de distributeurs daar. Wanneer de film in Nederland te zien is nog niet bekend. De onderhandelingen daarover zijn nog in volle gang.